Nou, welkom Hans. Dankjewel Hans Kromberg dat we bij jou te gast mogen zijn. Ja. Zoals je had gemeld, het ADNG geeft een reeks boeken uit met grondleggers van de psychologie, de onderwijskunde en de pedagogiek. Dat worden 5 boeken. Bij dat boekenproject doen we een oral history project, waar we 20 à 25 emeriti hoogleraar psychologie interviewen. En dat is zeg maar, nou ja, voor het vergroten, de filmpjes komen op de website van de ADNG. En hopelijk dat deze serie bijdraagt aan het vergroten van het historisch bewustzijn van de komende generatie psychologen. Ja. Ik interview altijd samen met Jacques Dane. We beginnen, elk interview beginnen we steeds met de vraag van, zou je iets over je jeugd kunnen vertellen? Ik formuleer het bewust breed. Ja. Iets over jouw jeugd kunnen vertellen, milieu waarin je opgegroeid bent en waarom jij begonnen bent aan de studie psychologie. Ja, ik kom hier uit Limburg, waar we hier nu ook zijn, hè, Maastricht. Ja. En ik ben jeugd doorgebracht in een dorp hier in de buurt, dat heet Voerendaal. En ik ging in Heerlen, de dichtbijzijnde stad, per fiets te bereiken, naar school, naar... En dat is daarom interessant, omdat ik ging daar ik heb het gymnasium gevolgd op het Bernardines College, dat dit jaar zijn 100 jaar bestaan viert met allerlei festiviteiten waar ik ook een beetje bij betrokken ben, bij het organiseren daarvan. Het is net het grootste deel van het voorbij. Hoe dan ook, daar heb ik dus mijn gymnasium gedaan. En het milieu waar ik voorkwam, mijn vader was een econoom van opleiding en was werkzaam bij wat toen nog heette de Staatsmijnen. Nou heet dat DSM, maar toen werd dat voluit genoemd. En hield zich daar bezig met de afdeling maatschappelijk werk. Het was een ambtenaar dus. Ja. En het was een redelijk welvarend milieu zonder rijk te zijn. Een Limburgse vader en een Antwerpse moeder. 1 broer, een jongere broer en 2 zussen, een grote en een jongere zus. Die broer overigens, die jonger is dan ik, is ook inmiddels een ruste, een klinisch chemicus. Waarvan ooit in een radio-interview ik opmerkte dat bij ons thuis hij gold als de slimste van ons twee. En dat hij dat nog steeds vindt. En misschien is het nog waar ook, maar dat willen we afwezen. Ja. Ik heb psychologie in Nijmegen gestudeerd. Ja. Van 57 tot 63. En na mijn afstuderen daar... En weet je nog waarom jij... Waarom ik psychologie ging studeren? Waarom ging je psychologie? Nee. Was er een bepaald boek wat jij gelezen had? Ja, ik had een... Zeker, ik had De Vrouw van Buitendijk gelezen. Bestaat niet. De eerste zin. Ik heb van het boek weinig begrepen en dat was ook, heb ik achteraf pas begrepen, ook niet van groot belang. Maar dat was het boek dat mij inspireerde en ik vond het allemaal wel interessant. En dat is ook de reden waarom ik wilde iets interessants doen. Anders dan mijn vader, die vond dat ik in de rechten moest gaan studeren, want dan kon ik alle kanten op, vond hij. En hij heeft niet meer meegemaakt dat ik in Leiden aan de juridische faculteit als hoogleraar werd benoemd. Want hij is betrekkelijk jong, op zijn 68ste gestorven. Ja. Maar dat zou hem zeker genoegen gedaan hebben. Hij wilde overigens alle kanten op, hij wilde mij burgemeester laten worden, een of ander Limburgs god. Dat leek hem, wat een nette baan voor zijn. Een beetje achterlijke zoon, want die broertje van mij was een slimmer. Iets in die geest, ik weet het niet. Ik moet het niet al te serieus nemen. En heb je speciale herinneringen nog aan je studententijd? Waren er boeken, docenten die jou begonnen te vormen? Die hele opleiding heb ik weinig van overgehouden. De belangrijkste hoogleraar was Rutte. Een betrekkelijk afstandelijke man. De enige hoogleraar die echt indruk op mij gemaakt heeft, was toen Vogtman. En daar heb ik toen ook mijn bijver bij gedaan. Cultuur en godsdienstpsychologie, dat moest. Ja, dat is een godsdienstpsycholoog. Hè? Ja. Ja, H.R. Kortman, geloof ik. Hè? Ja. Ja. En waarom maakt hij indruk op jou? Ja, van... Ja, is dat... van
vanwege het soort zaken waar hij zich mee bezig hield. Naar de psychologische grondslagen van religiositeit en dat soort zaken, dat hield me toen, vond ik kennelijk toen interessant. Afgezien daarvan, het was een heel aardige man, die benaderbaar was, anders dan bijvoorbeeld iemand als Rutte of iemand als Prik, de hoogleraar neurologie en psychiatrie. Van mijn hele opleiding heb ik daarvan het meeste overgehouden. Het enige wat later bruikbaar leek voor mijn gevoel, was de neurofysiologie die ik van die rare Prik heb geleerd. Maar was niet de man waarmee je verder kan, als je die verhalen over hem kent, moet je maar zien, want een echte kan ervan vragen. Het katholicisme, wat voor rol speelde dat in die tijd binnen de psychologie? Want Prik, heb ik altijd gehoord, is een heel religieus man. Ja, maar dat kwam in zijn onderwijs niet ter sprake. Nee. En Rutte was overigens ook, was een KVP-man, die was minister geweest van onderwijs, voordat hij daar hoogleraar werd. Ja. Maar dat speelde in die opleiding geen rol, maar Fortman was dus een geestelijke, hè? Ja. Maar ook dat kwam daar niet. Hij was geen predikant. Die las ongodsdienstige werken over godsdiensten. En natuurlijk de klassieke De Man Moses und die Monotheistische Religion. Hè? Ja. Je weet, het laatste boek van Freud, waarvan ik tot voor kort een eerste druk bezat, die bij Alle te Lang in Amsterdam is uitgekomen. Ik heb het aan mijn vriend Israël, een kenner van Freud, cadeau gedaan. Waar hebben we het over? Oh ja, over die opleiding herinner ik mij weinig. En weinig interessants. De dingen die ik echt moest leren, zoals bijvoorbeeld statistiek, heb ik later mezelf moeten leren. En in mijn eerste werkkring, ook van mijn toenmalige baas, Willem Meubussen, mijn eerste baas in Eindhoven, waar ik mijn eerste baan was, heb ik dat geleerd. Behalve die neurofysiologie, die ik nu nog helder voor ogen heb hoe het in elkaar zat. Ja. Ik weet niet precies of ik dat in welke mate ik het later heb aangevuld. Maar dat is iets wat ik mijn hele heb bezig. Maar de psychologie, we lazen Philip Lesch afbouw der persoon. Ik bedoel. Dus de literatuur was nog heel erg voor oorlogs. Ja, dat was die zeker. Want, en de grote deze in het Duits, inderdaad. En in het Frans. Ja. Zou je nou niet meer mogen komen. Studenten zouden weigeren dat te lezen. Ja. Toen werd dat geacht heel normaal te zijn. Hoe dan ook. En welke specialisatie deed je in je studie? Psychologische functieleer. Psychologie, zeg maar dus. Ja, ja dat heette toen niet zo. Toen heette het psychologische functieleer. Ja. En na jouw afstuderen ben je direct, je eerste baan was in Eindhoven, vertelde je? Ik moest een baan hebben, die waren er vele. In die dagen, die lagen voor het opgaan, allemaal kleine rotbaantjes, daar gaat niet om. Maar baantjes. En ik heb een baantje aangenomen in Eindhoven, bij de TH in Eindhoven, waar men besloten had, op advies van Adriaan de Groot, die dan later mijn promotor wordt, om een club in te richten die zich bezighoudt met het onderzoek van wetenschappelijk onderwijs. En daar werden twee mensen voor aangetrokken, ik net. Ja. Uit van de universiteit en de man die al wat ervaren was, Willem Meubussen, die enkele jaren was geweest aan de University of Illinois en daar net gepromoveerd was. En die was dus de baas. Later kwamen er wat mensen bij. En het was in begin jaren 60. Voor alle zekerheid, begin jaren 60, de eerste helft van de jaren 60. Okay. Ik ben in Eindhoven gebleven van 63 tot 68. En dan deed je onderzoek naar effecten van bepaald. Van onderzoek van onderwijs deed ik daar. Onderzoek van onderwijs. Het effect van 5 verschillende instructiemethoden op reproductie en verwerking van informatie. Is een van de eerste artikelen die wij in het Nederlands tijdschrift voor de psychologie publiceerden. Maar je hoort aan die titel dat het louter toegepast, betrekkelijk eenvoudig onderzoek is. En daar heb ik dus ook mijn dissertatieonderzoek gedaan. En hoe kwam je dan in contact met A.D. de Groot? Omdat A.D. de Groot dat gestart was door de rector was. Postumus, Karel Postumus. En die had contact met de Groot en die waren samen van mening besloten dat er zo'n groep onderwijsresearch, zoals die ging heten, moest komen. En Willem Meubussen kende Adriaan de Groot uit zijn studietijd. En op een zeker moment was hij op bezoek bij Willem Meubussen en ik zat in het kamertje daarnaast. Ik kwam binnen. Zag daar voor het eerst de Groot. En Meubussen zei tegen mij: dit is professor de Groot, jouw promotor. En jij wist toen nog helemaal niet dat je ging promoveren. Jawel, dat wist ik wel dat ik dat wilde.
Maar dat hij dat gewoon zou zijn, nee. Het lag meer voor de hand dat mijn oude zogenaamde leermeester, professor Rutte uit Nijmegen, die functie zou vervullen. Maar er was geen keuze. Ja, maar je zegt van je wilde promoveren. We hebben vanochtend waren bij Walter Evaert. Ja. En die vertelde dat het in die tijd, in de jaren 60, eigenlijk helemaal niet zo. Nee, dat was. Nee, het was uitzonderlijk om te promoveren. Maar dat wilde ik wel. Om een of andere reden. Ja. Ik wilde niet half doen of iets dergelijks. Kijk, het was uitzonderlijk. De meeste psychologen deden dat niet. En toen ik dan ook gepromoveerd was in 68, na 4 jaar en een paar maanden, mocht ik meteen naar Leiden komen, omdat een gepromoveerde psycholoog zo uitzonderlijk waren dat ze in Leiden heel prettig verrast waren dat ze een gepromoveerde psycholoog konden inhuren. Wie was dat over zijn Leiden? Dat was John van der Geer. En een goede vriend. Ja. Ook, zoals u weet, dood. En wat betreft. Kijk, ik had dus kennelijk wel ambitie om iets in de wetenschap te doen, want ik wilde promoveren, maar had geen hoge verwachtingen van het succes wat ik zou gaan krijgen in die branche. En waarom merk ik dat nou op? Omdat het John van der Geer was die mij op een goed ogenblik de indruk gaf dat ik meer kon dan ik zelf van mezelf verwachtte. Die op een gegeven moment, toen Jos Jaspers, die lector in de psychologie, sociale psychologie in Leiden was, naar Nijmegen verhuisde als hoogleraar, toen zei John van der Geer tegen mij, ben jij geïnteresseerd in die functie? En mijn eerste vraag, ik? Lector? Hoe kom je nou op dat idee? In Leiden was ik inmiddels zogenaamd de directeur van het Bureau Onderzoek van Onderwijs, maar was een klein clubje van een man of 10, waar ik mee begonnen was, die daar onderwijsonderzoek weer deed. Maar dat iemand kennelijk meer in mij zag dan de betrekkelijk bescheiden baan die ik toen had, dat was nieuw voor mij. Op een of andere manier kreeg ik daardoor capsones die ik eerder niet had. Capsones of zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen en dus ook kennelijk een ambitie. Dat ik, kijk, jullie zijn in universiteiten voldoende duidelijk om te snappen wie aan een universiteit werkt. Niet maar eventjes om daarna iets anders te gaan doen, maar daar min of meer zijn levenswerk van maakt, dat hij de gangen wil doorlopen tot en met de hoogste rang. Hij wil hoogleraar worden. En in die dagen hebben we verschillende soorten hoogleraar, dus de hoogste rang daarin. En die... Anders dan bijvoorbeeld John van der Geer, die ik ooit ook ondervroeg over zijn loopbaan. Die wist toen hij als student was dat hij professor wilde worden. Nou, ik ontdekte dat min of meer later. In mijn ambities pasten zich aan met de mogelijkheden die zich voordeden en die door anderen op een of andere manier aan mij werd, voor mij mogelijk werden gemaakt. Ik had niet a priori het idee dat ik het all the way zou maken. En dat dat wel gebeurd is, dat is een bron van tevredenheid. Ik ben geneigd te denken, het is met mij beter afgelopen dan ik gedacht had. Nou, beschouw je dan terugkijk jezelf als een soort laadbloeier? Of? Nee, maar dat is, er zit iets van dat in. Want je weet halverwege mijn loopbaan. Ja. Dat is in 86. Er zit je nog in Leiden dus? Er zit nog in Leiden, ja. Ga ik over van Leiden naar Maastricht. En laat ook het werk onderwijsonderzoek, wat ik daar deed, was mijn hoofdvak. En ik runde daar een clubje. En we deden daar werk over. Dat is geen slecht werk hoor. Daar gaat het niet om. Geheel achter me. En ja. Begon daar de zogenaamde rechtspsychologie. Of recht en psychologie. Dat woord rechtspsychologie heb ik nooit uitgevonden. Hebben anderen gevonden. Ik noemde het recht en psychologie. Heb me daarop geconcentreerd. Daar was ik al eerder mee bezig. Ook in Leiden. Ik was in Leiden zelfs al 6 jaar bijzonder hoogleraar in dat specialisme. Maar hoe is jouw belangstelling ontstaan dan van... Eén moment. Ik kom daarop hoe ik overgegaan ben. Maar eerst nou belangrijk is dat
dat ik als rechtspsycholoog hier in Maastricht aankomend, en ik was 50 toen ik hier aankwam, veel productiever ben geweest dan daarvoor. En ook veel zichtbaarder naar buiten toe. Vindingrijker. Creatief is zo'n groot woord, maar hoe dan ook. Ik denk ook dat het de kwaliteit van het werk aan mij een slag hoger is in de rechtspsychologie dat ik hier bedreven heb dan de echte toegepaste onderwijspsychologie die ik in Leiden beoefende. Waarom, hoe komt die overgang? Nou ja, jouw interesse, hoe ontstond die in de rechtspsychologie? Wij hielden ons bezig met het opleiden van aan universiteiten, opleidingen. En we hadden klanten en een van de belangrijkste klanten van mijn instituut en van mij persoonlijk was de juridische faculteit in Leiden. En de vraag was, hoe moeten we eigenlijk juristen opleiden? En we moeten ze, behalve dat we ze de regeltjes moeten leren, behalve dat we allemaal op geheugen gaan, je moet ze ook leren denken en problemen oplossen, casussen oplossen. Maar dat deed men niet aan. Nou, daar gaan we dan iets aan doen, was mijn idee. De vraag is, nou wacht even. We gaan een prachtige maken waarin je mensen casussen leert oplossen, juridische problemen leert oplossen. Vertel me even hoe dat doet, dan gaan we daar een mooi programma voor maken. Het antwoord was, dat is een kunst, dat kun je zomaar niet zeggen. Dus was de volgende vraag dat ik en met andere mensen ging uitzoeken hoe dat ging. Hoe ze dat deden. En dat was een studie van het type waarbij, zoals de Groot, mijn leermeester, schakers had onderzocht ik juristen. Op een vergelijkbaar... Ja, ik liet ze dus dingen voorleggen en hardop denken. Ja. En dat waren protocollen die werden geanalyseerd. En wie waren daar mijn twee companen, want ik deed dat niet alleen, twee jonge juristen. De Wijkersloot, Johan de Wijkersloot, later de voorzitter van het college van procureurs, generaal. En Job Cohen. Ja. Dat zou, en het boek wat we dan ook schrijven, in theorie over rechterlijke beslissingen, heeft dan ook drie auteurs. Krombach, de Wijkersloot en Cohen. Ja. Maar dat boek en die studies daarover van hoe juristen denken, hoe hun brein werkt, was niet alleen interessant voor het vormgeven van onderdelen van de juridische opleiding, maar trok ook de aandacht onder juristen om andere redenen. En we vonden dat interessant. Een psycholoog die zich bezig met hun brein hield, was heel nieuw voor ze. Dus ik was in feite ook nogal populair dat ik dit soort werk deed. En dat leverde dan ook een bijzonder hoogleraarschap op in 1980. In Leiden. En op initiatief van twee juridische hoogleraren en John van der Geer was het, een driemanschap. De twee anderen was Auke Bloembergen, hoogleraar privaatrecht en later lid van de Hoge Raad, en Fred Mellé, hoogleraar strafrecht. Die hebben dat voorgesteld, nog heel weinig. Want van het moment dat ze mij vroegen, wil je dat wel? Dat werd mij gevraagd. Ja, dat wil ik wel. Tot het moment dat ik feiten werd benoemd, zit 5 jaar tussen. Iedereen die iets kon doen om het te vertragen, die heeft dat ook gedaan. En Job Cohen had er een zekere lol aan om mij te pesten met de enorme snelheid waarmee die benoeming en de creëren van die leerstoel, hoe dat verliep. En was daar niet veel gevoelig in. Was dit de eerste keer dat psychologen zich bezighielden met het juridische terrein? Ja. Zeker hier in Europa. In Amerika was dat wat anders. Er waren wel psychologen, maar het waren forensisch psychologen die zich bezighielden met de geestelijke toestand van verdachten en daders. Maar mensen die zich op andere wijze daarmee bezighielden, dat was heel nieuw. In de Verenigde Staten had je die mensen al. De belangrijkste naam is natuurlijk Elizabeth Loftus en de betrouwbaarheid van getuigen, van ooggetuigen en dat soort zaken. En hier in Europa was er in Engeland wel iets gaande. Het aardige, daar heb ik mee te maken gehad. De eerste conferentie van wat je zou kunnen noemen rechtspsycholoog in Engeland was ik een van de sprekers. In Oxford. Naast anderen, niks bijzonders hoor. Maar ik was gewoon een van. Ze hadden aangeval dat ik er ook aan deed en gevraagd, kom je? Ja, ik wilde wel. En de eerste van die bijeenkomsten in Duitsland was ik ook een van de sprekers, een van de gastsprekers. Samen met,
zoals ik me herinner. Lisbeth Loftus, die was daar dus ook een van de vrienden. Dus ik bedoel, ik heb aan de wieg gestaan van hoe dat ontstond. Maar de Verenigde Staten was dat toch al veel minder dan dat nou is, maar min of meer gevestigde discipline. Maar hier was het nieuw. En ik was dan ook de eerste hoogleraar hier in dit land, in Leiden. En ook in Antwerpen, waar ik me nu vecht, was ik ook de eerste die opdracht, leeropdracht had. En deeltijd. Zet hij ook onderzoek op? Of moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ging dat? Of was het meer een uitbouw van wat je met de juristen gedaan had? Nee. Hoe ging dat? Kijk, er zijn, wat die rechtstheorie betreft, kun je zeggen dat er twee benaderingen zijn. De ene die ik oorspronkelijk beoefende, die nogal theoretisch is in die aard dat ik naar het theoretische werk van juristen keek, naar hun doctrines met psychologische ogen en zei, wat vinden psychologen daarvan? Mijn oratie in Leiden over opzet en schuld gaat over de vraag of de begrippen opzet en schuld, zoals juristen die gebruiken, dolus en culpa, want ze praten Latijn daar, of dat psychologisch enige zin heeft. En het antwoord daarop is nee, eigenlijk nauwelijks. En ik leg uit waarom. Dus die oratie is later uitgewerkt en herdrukt. Maar ik bedoel, en de juristen bleven het leuk vinden. En hoe reageerden die begonnen, bleven het nog steeds leuk vinden. Okay. Bleven dat nog steeds leuk. En bijvoorbeeld ook over theorie van rechtelijke beslissingen vonden ze ook interessant. Werd ook op allerlei plaatsen geciteerd. Ik vrees niet gelezen, maar wel geciteerd. Maar later, en hier in Maastricht, begin ik dan ook bezig te houden. Er is ook een soort rechtspsychologie die zich bezighoudt met concrete bewijsproblemen en wat er allemaal fout in gaat. En het meest voor de hand liggende boek daarover in Nederland is Dubieuze Zaken, waarin met z'n drieën schreven, Wagenaar, Peter van Koppen en ik, over wat er allemaal fout ging, omdat ze niet goed begrijpen wat ze aan het doen zijn. Nou, daarna was ik plotseling niet meer zo populair. Natuurlijk niet. Hoe ontstond die? Want het is een van mijn lievelingsboeken dat heb ik je wel eens een keer verteld, uit de psychologie. Ook omdat ik las het toen ik werkelijk helemaal niets van rechtspsychologie wist. Ja. En ik was echt zeer geboeid. Hoe zijn die bij elkaar gekomen? Willem Albert Wagenaar en Peter van Koppen en jij? Hoe dat gegaan is. Willem Albert Wagenaar was in Leiden hoogleraar geworden in de functieleer. En hij kwam uit Soesterberg. Tegenover vandaan, hè? En ja. En op een of andere wijze, en ik weet niet hoe, was hij in contact met Elizabeth Loftus en ze deden samen onderzoek. En ik ontdekte, ik zat ook in Leiden, dat er iemand was die ook aan recht en psychologie deed. Zei het iets anders, maar wij verstonden elkaar en ik las zijn stukken en hij mijn stukken. En geleidelijk hadden we een goed ogenblik. Kunnen we dan bij het NIAS een jaar zitten en dan besluiten wij dat we samen daar naartoe zullen gaan. En ook Peter van Koppen, die ik kende, die zat in Rotterdam, aan de juridische faculteit in Rotterdam, en die kwam op zeker moment samen met Jan ten Katen bij mij op bezoek, dus het is heel jonger dan ik, hè, om uit te leggen wat voor een onderzoek zij samen gingen doen om op dat onderzoek te promoveren. Namelijk de invloed van de persoonlijkheid van de rechter op de besluitvorming. En ze legden me dat uitvoerig uit in mijn kamertje in Leiden. Ik hoorde dat Anna zei, neem van mij een goede raad, begin er niet al. Dat wordt niks. En dat is ook zo. Het is niks geworden. Dat proefschrift is een log. Dat weet afstand Peter nou zelf ook. Hij is er wel op gepromoveerd. Ik zat ook in de commissie. Maar het is gewoon een volstrekt overbodig onderzoek. Wat nergens op slaat. En waarom was het volstrekt overbodig? Nee. Omdat ik, ik weet niet of ik dat op een camera moet zeggen. Deze, luister, wat daar gebeurd is, je vindt daar, dat wordt een correlatieonderzoek. Ja. En je zult zien, de correlaties komen en gaan als de klant in een hoerenkast. Dat wordt een mooi lokkertje. De correlatie komen en gaan als de klant in een hoerenkast. En dat is ook zo wat er gebeurt, er is geen touw vast te knopen. Nee. Maar er is een boekje uitgekomen. Dan zijn er met z'n tweeën opgeprobeerd, moet je daar gaan. Ook nog eens een keer. Hoe dan ook.
Die kende ik dus omdat hij bij mij kwam melden, omdat hij begrepen had dat ik met het recht bezig en de psycholoog was. En kwam mij vragen wat ik ervan vond. Maar toen ik zei dat het waardeloos was, heeft hij daar zich niks van aangetrokken. Maar hoe dan ook, daar kende ik hem van. En toen we wat mensen bij elkaar zouden hebben, Willem Albert Wagenaar was het initiatiefnemer. Wij wilden dus in feite een nieuw bewijsrecht gaan schrijven. Dat is nogal een pretentie, dat is ook niks geworden. Maar dat was het idee. Omdat het oude bewijsrecht, daar is best iets over te zeggen. Daar mankeert van alles aan. Is er nog steeds. Ook Bert Loftus zou komen. Die kwam overigens niet, want die wilde uit Amerika niet weggaan. Want dan moesten zeer lucratieve werk als getuigendeskundige in de Verenigde Staten achter zich laten. En dat was even niet de bedoeling. Dat is zeer lucratief werk. Ja, dat is zeker. En hoe dan ook. Jullie kunnen knippen in deze opnames, hè? Ja, zeker. Dus dat maakt niet zo uit als ik iets dom zeg. Je krijgt het ook nog te zien. Ja. In het midden van een toevallige club, er zou ook een Engelse rechter, Christopher Oddy, met wie ik bevriend was en die ik ontmoet had bij die eerste conferentie in Oxford. Ja, ja. En die ik later meermalen heb gezien en gesproken. Die zou ook meedoen. Maar dat was een werkende rechter en die kon maar 3 maanden komen, is ook gekomen. Maar daar waren wij al aan eind gevorderd. Met het maken van dat boek. Hè. Maar hoe stimuleerden jullie elkaar? Ieder nam een hoofdstuk voor zijn rekening, dat lazen de anderen. Nee, wacht. Dat boek. Ik heb het idee, bij jou en Wagner, al het idee gehad dat jullie elkaar op een of andere manier opstuwden. Ja, ja, zeker. Zeker, nou overigens de belangrijkste stuwende kracht in dit clubje is Peter van Koppen altijd geweest. Die verzint dus allerlei werk dat anderen dan moeten doen. En ik ben van huis uit enigszins indolent. Geloof ik niet van. En nee, maar als het niet hoeft dan liever niet. Oké. Maar hij zit daar dus achteraan. Maar ja, we inspireren elkaar natuurlijk ook. We kunnen goed samen praten, maar we hebben toch een zekere taakverdeling. Dat boek bestaat bijvoorbeeld uit een groot aantal gevallen die worden besproken. Hè? En het verzamelen daarvan, het krijgen van die dossiers, praten met advocaten die de leverancier van die dossiers waren, dat werd door Peter van Koppen en door Wagenaar gedaan. Terwijl ik niet uit mijn kamer kwam. Ik schreef dus theorie over verhalen verankering, wat de kern van hoe we dat aanpakken. Dat zat ik achter mijn bureau te verzinnen. Ja. En maar dat wel belangrijk als je samen schrijft, en later vele malen gedaan. De een schrijft, stuurt naar de ander verandert daarin, heeft daar kritiek op, stelt dingen voor, vult dingen aan. Overigens, wat wel eens gebeurt, dat je schrijft en dat er een stuk komt en daar staat gewoon tussen 2 streepjes in: hier moeten ze dan en dat komen. En dat moet jij schrijven, hè? Omdat je er verstand van hebt. Dus op die manier laat je ook stukken open die de ander moet aanvullen. Maar belangrijk is dat samen schrijven, dat vergt natuurlijk toch een vorm van verdraagzaamheid die niet ieder heeft. En daarom is het interessant om je te realiseren dat Willem Albert en ik nooit enig onvertogen woord over en weer hebben gewisseld toen we samen schreven. Als ik zijn zinnen veranderde en omgekeerd, dan werd daar niet over gezeurd. Nee, dat is goed. Als ze beter waren. Ja. En als het niet beter was, ja, nee, dat zie je toch verkeerd. Er is nooit een onvertogen woord gevallen tussen ons. En dat maakte dus mijn samenwerking met hem voor mij ook zo belangrijk. En dat heeft ook gemaakt dat toen hij een paar jaar geleden overleed, ja, ik dus ook, wie dat, intellectueel ben, mezelf heb laten inzakken. Gedacht, dan laat me zitten. Hoeft niet meer. Want je wist natuurlijk al dat hij een tijd ziek was. Had je zoiets verwacht dat met jou zou doen? Nee. Hij was bijvoorbeeld niet. Hij is betrekkelijk plotseling overleden, hoor. Maar dus in een paar maanden zit daartussen. Een paar maanden sinds de diagnose. Een hersentumor, hè. Ja, ja. En zijn feitelijk overlijden. Terwijl hij zelf, begrijpelijk overigens, hoopte en dacht meer tijd te zullen hebben. Ja. Ja.
En ik ging af en toe naartoe. En dan... dan praten we. Met op gezette tijden ging ik daar naartoe. Met een vraag hoe lang het al zou duren, daar hebben we dus niet over gehad. Ja. Want dat zijn onderwerpen die je met iemand waarvan je de buitenstaander denkt, dat loopt niet goed af, hè. En ik heb nou de schoonvader van mijn dochter, een van mijn dochters, die heeft kanker, die is geopereerd maandag. Ik weet dat dat niet goed afloopt, maar de rest van de familie weet dat niet. Ja. Of wendt voor dat niet te weten. Die wenst iets anders. Die wil dat niet weten. Ja, tuurlijk. Je hebt ook intensief samengewerkt met Harald Merkelbach. Ja. Boek Hervonden Herinneringen. En andere misverstanden, ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe? Nou, ik ken eerst naast... Harald is een stuk jonger dan ik. 24 jaar, zoals hij ooit behulpzaam aan een journalist mededeelde. Ik zei, dankjewel. Dat de mensen dat goed weten. ik wou over het onderwerp die Hervonden Herinneringen een boekje schrijven. Omdat ik las, dat was iets wat ook hier opkwam. Hè? En allerlei schade aanrichtte in allerlei kringen. En het belangrijkste is als Nel Draaier en hoe heet ze, haar compaan. Dat krijg je met oude mannen, die weten dan de namen die niet te herinneren. Hoe dan ook. Die schreven daarover, ook zelfs in Amerikaanse tijdschriften en ook... Zij waren opkomende mensen, kenners van dit terrein van seksueel misbruik, wat dan later via verdringing vergeten is en dan weer opkomt spelen. Hè? Dat soort dingen. Nou, het was mij van meerdere maanden duidelijk dat dat in strijd was met de wetten, voor zover we dat weten, onze kennis van het functioneren van het geheugen, mijn terrein. Hè? Ik heb afstand van mijn geheugen. Nee, zo werkt het geheugen dus niet. En ik wilde dus een boekje schrijven om daarin paal en perk aan te stellen. Het enige boek wat ik echt geschreven heb met een oogmerk, hè, met een doel. Maar je hebt mij wel eens verteld dat je dat boek schreef als een soort straatvechter. Meen ik me te herinneren. Nee, komen we daar. Laat ik dit rondmaken. Dat straatvechter wil ik wel even over praten. En ik zei tegen Harald Merkelbach, die ik van hier kende, een jonge vent die hier bij de gezondheidswetenschappen werkte, toen nog. Een klinisch psycholoog die experimenteel werk deed op het gebied van de klinische psychologie. Die ik kende en wiens werk ik ook waardeerde. Ik heb er eens een keer een lovende opmerking over gemaakt in NRC, in een stuk in NRC. Dus... we kennen elkaar. Die vertelde ik dat ik dat pamflet wilde gaan schrijven. En hij zei, mag ik meedoen? En ik zei, ja, waarom niet? En dat is dus een heel boek geworden. En dat is ook weer geschreven. Was ook de verdelen van de onderwerpen. En zo wilde ik het onderwerp van meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Een van die andere misverstanden die erin staan. Die wilde ik graag doen. Maar dat wilde hij ook doen, want hij dacht dat hij daar iets over te zeggen had, iets belangrijkers dan ik erover te zeggen zou hebben. Hetgeen hier wel mogelijk is. Ik zei, nou oké, dan mag jij dat hebben, maar dan is het satanisch ritueel misbruik voor mij. Nou, dat was goed. Dus dat is mijn hoofdstuk. Want ik dacht dat ik daar iets over te zeggen had. En volgens mij heb ik het ook gedaan. Over dat straatweg, ik weet niet precies waar je naar refereert, maar in dit schrijven van dit boek... Maar ook vooral in het schrijven van dubieuze zaken. Hebben wij, en ik ben daar in belangrijke mate verantwoordelijk voor, een soort toon aangeslagen, licht ironiserend. Om te voorkomen, er zit heel veel kritiek op andere mensen in, om dat in mijn gevoel aannemelijk te maken, wordt dat enigszins vrolijk en ironiserend gebracht. En ik dacht dat zal de klap verzachten. Maar dat deed het natuurlijk niet, maar raakte de feiten sterker. Hij kwam harder aan. Ja, kwam harder aan. En deze vorm van schrijven dus staat ook in dat, zit ook in Hervonden Herinneringen en andere misverstanden. En in vele andere zaken, want het is nou eenmaal de mening
de wijze waarop ik praat en schrijf. Dat is het probleem een beetje. Polemiserend. Ja, polemiserend zou je kunnen zeggen. Ah. Maar het is overigens een vorm die door Peter van Koppen in eigen boeken, waar ik niks mee te maken, en ook de Harald Merkenbach, is overgenomen. Zij doen dat nou ook. Ze hebben kennelijk deze manier van redeneren en schrijven overgenomen. Zeggen dat ook. En in dat opzicht ben ik voor de schrijfstijl zeker zin een voorbeeld voor ze geweest. Ah. Hey, ik interviewde jou ooit voor de NRC Handelsblad over utopische verleiding. En dat noemde jij weer een net boek. Het schiet me nu te binnen. Ja. Een geleerd boek. Voor, een vergelijking. En minder het straatvechten wat je had gedaan. Ja, dat woord straatvechten gebruikt. Minder polemiseerde althans. Zeker. Ja. Dat is ook zo. Dat is een onderwerp, hè. Over utopische verleiding. Ja. Die andere boeken zijn boeken met een missie. Ik wilde iets bereiken. Ik wilde mensen iets aan hun verstand peuken. En terwijl natuurlijk, ja, een boek als Utopische Verleiding, een van mijn lievelingsschriften, ja, dat heeft geen missie verder, nauwelijks missie. Dat is een geleerde beschouwing over een heel raar fenomeen. Waarom was je altijd zo gefascineerd door utopische romans? Ik ben een groot bewonderaar en aanhanger van B.F. Skinner. En die heeft natuurlijk Walden toegeschreven. Ja. En dat las ik. Ja. En dacht ik, wat interessant. En dat heeft gemaakt dat ik ook andere utopia's ben gaan lezen. En begon ik er eerst met artikelen over gaan schrijven. En toen ik daarmee bezig was, was er een andere vakgenoot van mij, een filosoof, Frank van Dun, werkte hier in de faculteit. Een filosoof qua opleiding, is nu verbonden in de Universiteit Gent. En die hoorde daarvan en die zei ook, zal ik meeschrijven? Waarom ik het nu? Ja, graag. Maar was jouw eerste kennismaking met Skinner zijn utopische roman Walden 2? Nee. Nee, mijn eerste kennismaking was ongeveer Beyond Freedom and Dignity. Dat was het eerste boek wat ik las. Ik heb zijn hele oeuvre, ik moet zeggen, waarschijnlijk had. Ik heb een zoon namelijk die psychologie heeft gestudeerd, maar die nu in de neurowetenschap zit en in Engeland werkt. En dierexperimentator, dat zijn allemaal behavioristen, hè? Dierexperimentatoren zijn allemaal behavioristen, want je kunt hatten niet ondervragen. Ja. Dus hij heeft mijn behavioristische literatuur een groot deel van mij gekregen. En ik denk dat de boeken waar we het nou over hebben, dat hij die inmiddels heeft daar. Ik weet dat niet zeker. Ja. Er is nog een bibliotheek hier op zolder, mijn werkbibliotheek. Ja. En wat daar precies staat, weet ik niet. Wat fascineert jou zo als Skinner? Nee, want jij werd ook tijdens je carrière wel een van de laatste behavioristen genoemd in Nederland. Ja, ja. Nee, ik ben de eerste van een nieuwe generatie. Was mijn antwoord dan altijd. Wat mij zo fascineert? Nou, ik denk, ik verzin nog wat, hè. Een soort retrospectie. Ik ben qua opleiding, en dat geldt voor de meeste van onze landgenoten, van onze vak, ook voor jullie, niet speciaal opgeleid in een of andere soort, als Freudiaan of weet ik veel wat, of eclectisch. Dat heb ik opgeleid. Maar geleidelijk aan kwam bij mij de vraag, ik denk eind jaren 60, na mijn promotieonderzoek over Achievement Motivation Theory, drong het op me door dat ik dacht, dat zijn van dat soort psychologische theorieën die kauwgummi-achtig zijn. Je kunt eraan trekken en ze kunnen alle kanten op, onduidelijke concepten. Wat is er nou de harde psychologie? Is er iets, wat je zou kunnen zeggen, de harde, waarvan we zeggen, daar kunnen we het over eens zijn, dat weten we. En al de rest is dus geneuzel daar rondomheen, waarbij veel van die mensen dus een nieuwe psychologie uitvinden met een heel nieuw jargon voor dingen die we al lang weten. En mijn conclusie was toen dat de behavior theory het enige echte harde deel van de psychologie zou worden. En daarom ben ik daar veel meer in gaan lezen en in gaan denken. Ik schrijf ook regelmatig in termen van dat ik dingen in behavioristische termen uitleg en benoem. En dat is nog steeds mijn idee. Al die andere psychologie heeft mijn wantrouwen. Die niet dit soort simpele beginselen aanhangt.
Dat is een heel soort psychologie. Ik heb er ook over geschreven dat we moeten daar af. Het grootste deel van wat heet de wetenschappelijke psychologie, kan wat mij betreft, moet ik dat nou zeggen voor een camera, dat zijn beter de deur uit. Eigenlijk weer die correlaties die komen, ja. die komen en gaan zoals klant in de hoerenkast. Ja, en al die rare begrippen en ideeën. En als we iets willen verklaren, dan nemen we maar aan dat er nog iets in ons hersen, nog iets anders is. Een zekere drang, een zekere instinct. We verzinnen het, hè, om maar dingen te verklaren, maar verklaart natuurlijk niks. De harde psychologie is een stuk kleiner dan velen denken. Hij is over een stuk groter dan ook velen denken. Behaviorisme, de behavioral theory, is veel ingewikkelder en complexer dan de gemiddelde psycholoog die daar nooit fatsoenlijk in opgeleid is, weet. Maar wat die echte dierexperimentatoren die met deze theorie moeten werken, heel precies weten, is nog heel gecompliceerd. Maar, dus bijna niemand weet er iets van. Is fijn op de hoogte en men hangt theorieën aan dat je denkt, ach ja, het is toch eigenlijk literatuur wat men doet. En nou heb ik een leeftijd bereikt, I don't care any longer. Want ik ben ervan vervreemd. Hè? Wat psychologen doen en zeggen, daar heb ik eigenlijk niks meer mee. Vervreemd? Wanneer is dat gekomen? Ja, ja, ja. Is niet dus dat langzaam, de laatste jaren, sinds ik 70 ben geworden, dat ik overigens ook het recht en dat gedonder jaagt, waardoor, daar heb ik ook de neiging om te zeggen, oh god, nee, niet opnieuw lees ik in de krant weer wat iemand aan het doen en zijn gedaan heeft en gezegd en denk, nee, toch. Ja, je vervreemdt daarvan. En dat, waarom doe je dat? Omdat je zielerust wil hebben. Ik wil niet voortdurend tobben over die dingen. Dus ben ik besloten dat niemand het doet. Hoe het zit. Dan tob ik ook niet meer. De eerste die wij interviewden voor deze serie was Kees Sanders. Aanhoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ja, ken hem. Een theoretisch psycholoog. En hij zei ons zo zijn motivatie was om psychologie te gaan studeren. Om de grote levensvragen te beantwoorden. En hij zegt, ja. Met een zekere lichtheid, de psychologie beantwoordt gewoon geen grote levensvragen. Nee. Maar ik had niet de indruk bij hem dat hij vervreemd was. Maar dat hij eigenlijk los daarvan was of zo. Ja, ik denk dat het ook een beter woord is. Ik heb er ook los van gemaakt. Ik heb er los van gemaakt omdat ik rust wil hebben. Ik wil niet langer tobben. Maar je bent er heel erg bij betrokken en op een hele maatschappelijke manier volgens mij. Is dat het dan misschien? In het verleden, maar dat is... Gaf dat ook die onrust dan, die maatschappelijke betrokkenheid? Of het feit dat je er iets over wilde zeggen of dat je mensen aan hun verstand wilde peuteren dat wat ze dachten of wat ze deden niet in de haak was? Ik dacht ongetwijfeld dat ik iets interessants te zeggen had. En nou achteraf vraag ik me af of dat niet een misverstand was. Waarom zou het een misverstand zijn? Ja, als je nou kijkt wat de staat van de psychologie is, de huidige staat van de psychologie is... Wat is die? Daar word je niet vrolijk van, hè? Waarom niet? Omdat nog steeds psychologen niet kunnen laten om gemakkelijk nieuwe concepten uit te vinden ter verklaring. Nog steeds de gemakzucht waarmee de theorievorming in de psychologie zich ontwikkelt. Dat is heel erg. Dat is geen stap verder. Ze doen maar dat gaat over iets anders. Geen moeite genoeg om het zo simpel als het behaviorisme te houden. Of zo. Ik helemaal niet wil zeggen dat zo duidelijk. Dat het makkelijk is. Natuurlijk. Nee, het is een beetje zoals Cruijff zei van iets met simpel voetbal. Maar het moeilijkste wat er is simpel voetbal. Maar dit is wel interessant wat u zegt. Ja. Is er een tijd geweest dat u het tegenovergestelde dacht? Er is ongetwijfeld... Nee, er is nooit een tijd geweest dat ik dacht dat de psychologie een van de belangrijkste dingen was die je zou kunnen doen. Nee hoor. Belangrijker dan dat. Maar dat het toe deed. Er is een tijd geweest dat ik dacht dat de psychologie het toe deed. En meer in het bijzonder de psychologie die ik bedreef. Ligt voor de hand. Waarom zou ik het anders doen? En dat geloof heb ik verloren. Niet alleen in de psychologie in het algemeen, maar ook in mijn eigen werk. En dat ik dan nou nog... Niet eens zo heel lang geleden, zoals ze straks hebben betrapt,
nog schrijfwerk van mezelf heb heruitgegeven, moeten ook meer gewijd worden aan mijn ijdelheid dan aan overtuiging dat het nog eens een keer opnieuw gelezen zou moeten worden door de goede menigte. Volgens mij zei u aan het begin van dit gesprek dat u een tevreden man bent. En dat u goed... Laconiek. 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 Ironisch. Ja. En als ik u nu hoor, dan denk ik dat u bijna met een soort van... Ja... Nee, toen ik zei dat het beter bij mij was afgelopen dan ik dacht, had ik het over mijn maatschappelijke positie. Dat ik de rangen doorlopen heb. Ja, dat is iets anders, dat is zo, ja. Dat geeft een zekere tevredenheid, maar de betrekkingheid daarvan is weiniger zo helder als het mij is. Heb jij Skinner eigenlijk ooit persoonlijk ontmoet? Ja, ik heb hem ook wel eens persoonlijk, maar hij is ook geen man. Ik heb zelfs ook wel briefcontact met hem gehad. En dat is in het archief is waarschijnlijk daar wel een brief te vinden. Nee, ik heb hem ook wel eens ontmoet bij een conferentie, hè. Ik ben er gesproken, maar het was een man die gezellig mee praten, dat ging niet. Het was een gesloten hark waar niks uitkwam. Nee. Wat beschouw jij terugkijkend als jouw belangrijkste boek of artikel? Belangrijkste boek van? Uit je oeuvre. Uit mijn oeuvre? Ja. Mijn oeuvre. Je hebt heel veel geschreven. Ja. Je hebt heel veel gedaan. Dat zijn een heleboel planken, maar veel van die boeken heb ik al één hoofdstuk geschreven. Ja, maar je hebt heel veel losgemaakt ook in de samenleving. Ja. Ik bedoel, in het archief en documentatiecentrum Nederlandse gedragswetenschap tegenwoordig liggen heel veel krantenknipsels naar aanleiding van wat je geschreven hebt. Ja. Dus het is niet zo dat je iemand was die in zijn studeerkamer bleef zitten en wat daaruit kwam, dat dat nauwelijks weerslag had. Je hebt losgemaakt in de samenleving. Ja. Oh ja. Wat is nou belangrijk? Mijn aard is dat, ik heb dat ooit opgeschreven. Ja. Een klein artikel in Note on the Naturalistic Fallacy. Dus volgens mij is dat het aardigste artikeltje wat ik ooit geschreven heb. Waar ging dat over? En de Naturalistic Fallacy is dus de Jungiaanse gedachte en door vele anderen overgenomen, dat normen niet uit feiten kunnen voortkomen. Dat zit nou ook weer in dat nieuwste boek van Dworkin. Ja. Komt diezelfde dingen. Dus normen zijn iets anders. Dat vergt meer dan alleen maar kennis van het feitelijke stand van zaken. En het artikeltje in Note on the Naturalistic Fallacy leg ik haar verder uiteen dat volgens mij een foute gedachte is en waarom. Nou moet je even nagaan wat een onnozele pretentie een mannetje uit Maastricht heeft dat hij David Hume gaat tegenspreken. Maar dat doe ik dus. Waarom niet? Gelukkig dat iemand het leest. Maar na dit interview wel. Het staat in een van die twee bundels, hè? Maar dat vindt u dus... Vind ik mij niet het belangrijkste. Het aardigste artikel. Aardigste, oké. Waarvan ik zeg... Kijk, veel van wat je geschreven hebt, als je dat later laat zien, denk je... Hè? En als je zo'n bundel met oude stukken herschrijft... Dan vind je al die dingen. Dan moet je een heleboel ongerechtigheden opruimen, onze die erin staat. Dus dat, ik weet dat een ervaring. Maar dit artikeltje, wat over inderdaad herdrukt is, ik denk in De Man uit Susquehanna. Ja, je kent het. In de Nederlandse vertaling even. Ja. Dat is het. Daar heb ik geen schaamte. Als ik dat lees, denk ik, ja goed joh. Goed gedaan, jochie. Maar ook leuk dus. In de zin dat je er lol in had om het te schrijven. Ja, omdat het is een kunst om wat iedereen denkt onderuit te halen. Ja. Dat lukt niet helemaal, maar wel bijna. Ja. Lees het nog maar eens. Ik ga het vanavond lezen. Wat beschouw je dan wel als je belangrijkste werk... je zei dit vind je... Kijk, er is geen twijfel mogelijk dat het meeste invloed gehad heeft. Is dubieuze zaak natuurlijk. Ja. En is er ook iets wat je gedaan hebt, een onderzoek, een artikel geschreven waar je spijt van hebt, zeg maar? Ik word nog zeggen, het mooiste artikel wat meest invloed gehad is Crashing Memories. Hè? Dat gaat over de Bijlmer-ramp. Dat is echt lang klassiek een citation classic geworden. Waarbij mensen... Dat deed je met Merkelbach, geloof ik. Dat is wagenaar dingen. Ja. Dus het aardige van het artikel is... Het idee dat je dat onderzoekje zo kan inrichten. Ja. Maar dat is toch dat is van mij, hè?
Dat schiet, ja. Het verder doen is niks aan. Maar is dat het artikel waarin bijvoorbeeld mensen zich denken te herinneren dat ze het vliegtuig... Dat is het. Crashing memories. Oké. Dus dat, ze hebben televisiebeelden gezien van een animatiefilmpje van een vliegtuig. Op de maar nou denken ze het echt gezien en hebben. Ze kunnen vragen beantwoorden die ze het niet gezien hebben. En dat is niet zo'n paar, want ik dacht toen ik het onderzoek ging doen, dacht ik er zullen een paar zijn die daar intrappen. Ja. Maar dat 63% erin stelt. De decaan van de faculteit toen was Gerard Mols. En die is ook een van de proefpersonen. En je moet, als je een onderzoekje doet waar mensen in worden misleid, moeten ze gedeprogrammeerd worden. Zoals je weet, dus na afloop zei ik, luister, je weet natuurlijk als je even nadenkt dat je dat niet gezien kunt hebben. Waarop je me aankeek en zei, weet je dat nou zeker? Dat is leuk. Iets waar ik me voor schaam. Iets meld ik natuurlijk niet. Nee, maar iets waarvan je denkt van, dat had ik misschien beter niet kunnen doen, of dat is mislukt, of dat... Een fout waar je heel veel van geleerd hebt als psycholoog. Iets waar ik nou rode koontjes van krijg. Nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, die zeggen dat ik niet mislukking gehad heb, maar die schreef ik niet op, hè, snap je? Okay. Dat doe je dan bij voorkeur niet. Ja. Dan moet je dus een moment van verstandsverbijstering hebben om een mislukt onderzoek te publiceren. Wat je misschien gepubliceerd hebt en waarvan je achteraf zegt van, goh, dat had ik misschien niet moeten publiceren. Of dat waren geen goede inzichten die ik hier heb gesteld. Ja, er bestaat ergens een voetnoot waarin ik iets kritiseer en zeg. En de voetnoot staat, ik moet bekennen dat ik dat zelf ook al eens ooit beweerd heb. Om redenen van bemachtigheid zeg ik natuurlijk niet waar ik dat zeg. Over de definitie van negative reinforcement ging het over. Maar ik bedoel, dat soort foutjes maak ik wel, maar niet echt dingen waarvan ik me nou voor schaam. Maar de meeste dingen ben ik indifferent over. Dus de meeste dingen die ik nou zie, denk ik, ja, het heeft zijn doel gedaan, maar ik heb er niks mee. Behalve dan een note on the naturalistic files. Heel even nog over jou. Gaf je graag onderwijs ook? Ik gaf onderwijs. Deed dat ook graag. Ja. Kon het ook wel. Kon er theater van maken. Maar het voorbereiden heb ik altijd de schrift aan gehad. Hè. Het van een college voorbereiden. En dat moet altijd. Want je denkt, ik weet waar ik het over moet hebben vandaag. Maar dit moet toch helemaal opnieuw bedoelen. Daar heb ik ontzettende pest aan. Maar onderwijs zelf geven heb ik nooit een probleem. Dat heb ik ook voor grote schaal gedaan. In de loop der jaren. Ja. En heb jij veel promovendi uiteindelijk begeleid? Die meeste mensen tellen dat. Niet zoveel als vele anderen, maar wel toch een heel stel. Ja. Maar als ik ze nou moet opsommen, dan kom ik maar aan het eind. Maar, ik denk dat het gaat om een stuk of 10, 12. Is in die geest. En je zei net, ik heb nog twee vragen. Je zei net dat je de huidige staat van de psychologie toch enigszins deplorabel vindt? Of vond, nou, maakt geen grote indruk op mij. En dat komt omdat te veel van onze vakgenoten de oude manier van denken niet willen afschaffen. En die oude manier is? Is bij iedere verklaring die je vindt, ieder gedrag wat je moet verklaren. Een nieuw concept introduceren. Een nieuw psychologisch concept introduceren dat het zou moeten verklaren. Dat is diep ingekankerd. En mensen geven dat niet weg. En zolang we dat doen, wordt er bij de psychologie helemaal niks. En waarom doen psychologen dat? See? Waarom doen ze dat? Gemakzucht. Denklaarheid. Okay. Onmacht misschien wel, wellicht? Dat zal ook kunnen, maar ik denk dat het gewoon onwil is. Volg je nog veel psychologie? Lees je nog veel wetenschappelijke bladen? Bladen, alle tijdschriften heb ik opgezegd. Die moest ik later weggooien. Die zijn nou tegenwoordig allemaal. Ik had hele jaargangen van psychological bulletin. Hè? Zo de klikkelbak in. Ik lees nog wel van alles, maar geen psychologie alleen maar. Sterker nog, ook wel psychologie, maar veel andere dingen waar ik niks mee te maken heb. Maar heb je bijvoorbeeld de affaire Stapel nog gevolgd? Was je daar verbaasd door? Natuurlijk wel. Wie heeft dat gemist? Niemand toch? Maar ik bedoel, natuurlijk. Maar keek je daar met verbazing naar? Of was natuurlijk. Je niet,
Wat die man nou gedacht heeft, dat vraag je je toch af. Maar het is René Dijkstra. Ja. Die ik dus bekend. Willem Albert en ik hebben een tijd gehad dat we probeerden te bedenken wat hij nou dacht toen hij dat deed. Wat ging er zijn hoofd om? Ja. Want die vraag je natuurlijk al. Hij moet al geweten hebben dat dat fout zou gaan. En we hebben dus allerlei theorieën ontwikkeld, gewoon al babbelend. Ja. En er is geen enkele theorie die ons wel maar enigszins overtuigde. Behalve dat iemand gewoon van God los is. De realiteit uit het oog verloren. Dat heeft de stapel ook gedaan. En dat, wie dat probeert, kijk, wat je wil doen is een rationele verklaring vinden. Maar de man is psychologisch, psychologisch gestoipt. Zoals de jongelui in West Side Story zeggen tegen de politieagent. We are psychologically disturbed. op zijn New York. En dat is die natuurlijk ook. Deze stapel is gestoord. En een verklaring die ik daarvoor geef. Ik ben geen psychiater. Die raakt kant nog wel. Wat je wil geven aan een verklaring is een begrijpelijk verhaal. Die zegt ja. Als je nou even niet oplet, heb je zo gedacht. Maar hij niet even niet opgelet heeft. Hoe dat in Smans hoofd omgaat, hoe hij gedacht heeft dat hij daarmee wegkwam. Wat hij zou zeggen als iemand op het idee kwam dat het misschien niet goed zat. De smoes, had hij die klaar? Nee, natuurlijk. Er is geen smoes. Maar hij heeft het al jaren vol kunnen houden. Het zegt er ook wel iets over de omgeving waarin hij opereerde. Dat zegt het iets over. Het zegt iets over de mensen die het gemist hebben, zijn collega's. Het zegt ook iets, en wat niemand eigenlijk, of weinig heeft opgemerkt. In die tijdschriften die zijn stukken publiceerden en dat met ingewikkelde reviewprocessen deden, hè, waar ook science bij was. Ja, ja. En dat soort tijdschriften die hoog van de toren blazen. En die zien dat geen van allen. Die laten dat zo passen. Het zegt iets over die redacties en die peer review systemen die zij erop nahouden. Het slaat gewoon nergens op. Overigens over peer review staat in tegendeel een stuk over de werken. Hij heeft het gehad. Nee, we moeten het zo ongeveer afronden, want we interviewen niet langer dan een uur. Nee, ik snap het. Laatste vraag, Hans. Jij zit nu weer op de middelbare school, je staat voor de studiekeuze. Zou jij weer opnieuw psychologie gaan studeren? Nee. Nee? Met niet? Wat ik nou weet. En waarom niet? Met de kennis van u, zoals dat heet. Ja. Nee, ik zou een echt vak kiezen wat leuk was. En ik heb er wel over nagedacht. Wat zou ik doen, hè? Ja. Ik zou biologie gaan studeren. En dan de botanie. De botanie? Ja. En waarom? Ik had gedacht geschiedenis bijvoorbeeld. Nee, dat... Vanwege je Napoleon... Fetisch. Onze minister-president heeft geschiedenis gestudeerd. En onze koning ook. Allemaal in Leiden. Daar is daar iets fout. Goed, er zijn allerlei geschiedenismensen die... We hebben een nieuw lid van het college van bestuur hier in Maastricht. Bos heet die. De voorgaande postema was een historicus, de nieuwe, ik lees er net over, heeft geschiedenis gestudeerd, deze keer echter in Utrecht. Misschien is het niet zo beroerd als in Leiden. Dat gaat nog niet om. Maar botanie lijkt me een mooi rustig vak. En dat je alle bloemjes en plantjes kunt. En dat is natuurlijk een stuk ingewikkelder dan ik dacht. Ik heb er ook nauwelijks verstand van, maar het idee dat ik daar verstand van zou hebben. Ja. En dat zou bestuderen en daar hoe langer hoe slimmer in zou worden. Ja, maar dat lijkt me. Maar dat is idyllisch eigenlijk, ja. Botanie. Natuurlijk, dat is ook wat hem in aantrekt natuurlijk, het idyllische daarvan. Want waar jij net gezeten, dat was niet idyllisch. Nee, met tegendeel. Verkrachtingen, seksuele misdrijven, misdaad. Toch? Ja, ik heb wel een hoop ellende gezien in de tijden. Ja, dat klopt. En dus daarom heb ik nou een neiging, als ik nog eens moest doen, koos ik nou een vak waar ik al die flauwekul niet bij had, en rustig kon studeren en met een moderniseerd trommeltje door de wijk kon lopen, hè. Ja, maar dan had je dus wel die intellectuele straatvechter moeten onderdrukken, denk ik. Ja, die was dan niet geboren worden. Of die zou niet geboren zijn geweest. Dat denk ik. Ja. Goed, nou, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi. Nou, dan moet hij nou de dingen afzetten. Ja, ik wil weten wat voorbij is, want er zijn met verschrikkelijke dingen gebeurd van mensen die dachten dat de camera niet verliep. Het liep die wel nog. Hij gaat nu uit.